Maar ik ga jullie dus wel meenemen in deze slopende, hoe zal ik het noemen? In deze slopende rollercoaster. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi lieve patatties, welkom bij een nieuwe video. Ik ben René en dit is Jessie Silver. We moeten het even hebben over iets heel serieus. Want die vetjes hier zo bij deze kleine vent, die zijn nog heel schattig. Maar vetjes zoals dat bij mij, niet. En mijn kind ook niet. En die vetrolletjes hier, ook niet. Dus ik heb vandaag echt stappen ondernomen. Ik heb contact opgenomen met de personal trainer Stormfit. Angelo Storm. Het is tijd, de hoogste tijd. U wordt bedankt voor elk vetje van gezelligheid. Ach, nou, komt door deze mooie schat natuurlijk en mijn liefde voor eten. Maar nee, ik moet gewoon een grens zetten nu gewoon. Een grens trekken, moet ik zeggen. Want het is nu juli en ik wil in september gewoon weer een beetje strak in mijn velletje zitten. Want dan gaan we lekker op vakantie en er komt een bruiloft aan en ja, dan wil ik het liefst gewoon weer terug naar mijn oude gewicht. En ook graag op een strakke manier. Maar helaas hou ik gewoon heel erg van eten en hou ik niet van sporten. Dus ja, dan krijg je. Dus ik heb gewoon hulp nodig. Ik heb contact opgenomen met Stormfit dus. En ik ga vanaf morgen ga ik bijhouden wat ik eet zoal door de week. En dan volgende week gaan we de officiële intake houden. Dan gaan we eens een plannende campagne opstellen voor mij. En het leven met een baby natuurlijk ook. Want ja, je bent niet zo vrij meer als eerst. Dat geeft niet. Maar dan moeten we er gewoon even omheen werken. Dat we ook dingen bijvoorbeeld gewoon thuis kunnen doen. Of met die kleine samen. En we moeten natuurlijk ook rekening houden met mijn lichamelijke mankementen. Zoals mijn rug en heupen en mijn pijnlijke vingers. Dus, maar dat komt wel goed. Hij is professioneel. En dan zullen we dat waarschijnlijk ook elke week bij elkaar komen. Bij Pain & Gain. Dus ik moet beginnen met dit in te vullen. Even kijken of ik hem kan laten zien. Dus ik moet dit allemaal gaan invullen. Nou, mijn gewicht dat ga ik morgenochtend doen. En hij gaat dus ook meten mijn huid plooien. Ik zie er nu al tegenop. En ja, wat mijn doel dus is. Mijn doel is dus om eigenlijk in september weer zo goed als op mijn oude gewicht te zijn. En weer strak in het velletje. Want alleen maar gewicht verliezen, dat is ook niet alles. Want dan heb je natuurlijk ook de kans dat alles er een beetje bij gaat hangen als loshangend vel. En dat vind ik gewoon niet zo mooi voor bij mezelf. Dus. Issues. Maar ik ga jullie dus wel meenemen in deze slopende. Ja, hoe zal ik het noemen? In deze slopende rollercoaster. Want ja, je komt je meestal jezelf toch wel een beetje tegen in dit soort periodes, hè, als je daar echt aan gaat beginnen. En je lichaam die gaat wel een beetje tegenstribbelen, want die is natuurlijk ook wel een beetje suikers gewend. En ja, spierpijnen en ja, dus ik ben benieuwd. Ik wil je dus heel graag meenemen. En we gaan eens even kijken hoe dit afloopt. Maar dit keer heb ik echt zoiets van, ik moet er nou echt voor gaan. We zijn nu nog de koelkast aan het leeg eten van mijn verjaardag nog. Zodat gewoon al het slechte eruit is. En dan gaan we beginnen! Also so friendly and accessible and real and fun to be with. Hey, ik heb iets binnengekregen en eventjes toch complimenten geven aan ASOS. Dat iets wat er niet bij zat is nageleverd en binnen een weekje, tadaa,
super blij mee. Die ga ik openmaken. Hè? Wat is er weer niet bij dan? T-shirtje. Heel leuk t-shirtje. Ik ga hem zo aandoen. Maar, terwijl jij daar zo royaal op de bank ligt te wezen, kun jij je voeten ook op de grond zetten? Nee? Dat kan niet. Dat toch? Want we hebben namelijk iets. Zo. Een beetje last van mijn stem. We hebben namelijk iets gehad van onze vrienden van 1000cadeautjes.nl. Oké. Ik ga hem heel eventjes opspoelen. Want er beweegt iets. Gretje, ga daar eens weg. Oh, alles in de gaten houden. Maar, ja. Ik, want we hebben dus, zo. Alles tegelijk. Want we hebben iets gehad van onze vrienden van 1000cadeautjes.nl. En ik dacht, laten we Renéetje. Zo, ik denk dat hij er nou wel uit is. Laten we Renéetje eens eventjes verwennen. Waar ligt het nou? Goed, dus ligt hij hier. Heel het huis is vergeven van de vliegen. Magnesium. Heel erg goed voor je gewrichten en voor je spieren en voor je lichaam en gewoon voor René. Staat er gewoon op. Zo goed voor René. Dus ik ga even een voetenbadje maken. Dan heb ik toch de liefste vriend van de hele wereld, hè. Nee, mevrouw van Ginkel. Je mag eruit komen. Die was mis. Kom je mee? Oké. Mijn hoofd is eraf. Ik vind mijn hoofd niet meer zo mooi. Hij haalt altijd mijn hoofd eraf. Zo, ik lijk wel echt huge zo. Vind je van mijn shirt? Leuk. Hi, rustig. Cheap Monday. Ja, ik stel ik bij mijn moeder. Koper Monday. Die wil er vanavond even niet op. En Rolf ziet er natuurlijk zoals altijd on fleek uit. Koper Monday. En we hadden dus een kinderwagen bij Van Asten. En toen kregen we de verkeerde. En toen gingen we maar weer terugbrengen. En nu hebben we. Nou, die laten we morgen zien. Die zit nou mooi ingepakt. Zet hem maar altijd daar achter jou. Maar we hebben zomaar een cadeautje gekregen. Het staat erop. Kleertjes. Oeh, kleertjes. Oh. Zijn vasthoudt. Dan ga ik hem openmaken. Vind je dat een goed plan? Dat vind ik wel. Plan. Mooi. Helemaal. Alsjeblieft. Oh, dat is die zwembroek die ik wilde. Oh, zeg, doet het dat. Oh. Goed zo, proost. Proost. Oh, dit is leuk. Bananas. Bananas. Ik koop bananas. Chiquita's. Oh, echt leuk. Oh, leuk. Ja, als die past, dan moet ik er terug. Dat is maatje. Het is allemaal 68. Oeh. Oeh? Ja. Nee, toch? Dus yeah. Van is hij maar. Zit op 76 of zo. 74, nee. Maar het verschilt, hè. Ik denk dat hij deze net jaar, aan kan. Nee, maar 68 is van tot 6 maanden. Ja. Ja. Nee, van 4 tot 6 maanden. Hij is 4 maanden, hoor. Ik weet niet. Dat is toch? Ja, hij heeft een broekje aan van 74. Hij zit ruim boven zijn broek. Nee, ik pas het, want als het niet past, dan ga ik het onder het boterham. Pick space, get out of my way. Make space. Van S10. Get out of my way. Oeh. Die pas. Oeh. Die pas. Ja, probeer het. Dat is lief. Ja, maar ik heb het. Dat vind ik leuk. Kijk, daar hou ik van. Daar hou ik van. Daar heb ik dit pas. Je moet wel weten wanneer je daar zit. Bye.
leuk hoor. Dankjewel. Ja, dankjewel hè. Yes, hè. Passen. Een hele goede middag. We zijn weer ergens gezellig in het land. En we zijn vandaag in Zoetermeer. En ik weet niet precies waarvoor het is. Maar ik ga mijn kindje aangeven. Mijn kindje. Ik ga mijn baby aangeven in het gemeentehuis van Zoetermeer. En volgens mij voor een reclame. Dus ik ben benieuwd. Nou, het is weer hartstikke leuk. Het blijft leuk hoe mensen kijken als je met die camera op je muil loopt. Maar ja, ik heb wel steeds vaker schijt aan eigenlijk. Het is gewoon leuk. Leuke auto's. Oh ja, we zijn op zoek naar een auto. Nieuwe auto. Als iemand nog een leuke auto weet. Een beetje groot. SUV. Type. Dat is ook wel cool hè. Zit erop. We zijn lekker thuis geweest. Ik heb mijn vrouwtje opgehaald en ze is zilver. En ja, het is echt tijd. De hoogste tijd. Voor een nieuwe auto. Ja, want we willen gewoon groter. En deze die begint steeds meer vuurtjes te vertonen en zo. En hij is natuurlijk niet meer de jongste. Dus het is gewoon tijd voor een nieuwe auto. Ik wou zeggen, ze heeft het wel over de auto nog steeds wel te verstaan. Nou ja, hey. Laten we maar doen of dat zo is. En kijken naar een SUV. Dus we zijn nu hier op Kerkentuinen en we gaan even allemaal... Waar staat SUV voor? Geen idee. Station? Nee, niet station. Utility vehicle. Waar is die SUV voor? Ik ga het opzoeken. Ja. Let's go inside. In ieder geval, we zijn er bij Kerkentuinen, dus we gaan even wat winkels langs en dan gaan we kijken of er wat tussen zit. Misschien wel. Als je dan je haar te lang in een bepaalde positie hebt gezet, zoals een staart of oh, een... dat. Oh, dan ken je dat ook nog van vroeger, van toen je haar lang was. Ja. Oh. Oh. Kus je erop? Ja. Ik kan er niet bij. Ja, lekker dan. Ik kan er gewoon niet bij. Zo, het was weer een drukke dag. Nou. Zo, dan ruik je ook die knoflook. Man. We hebben even een afscheidsbarbecue gehad van Haagse Bluf. Afscheid van dit... schooljaar wou ik zeggen. Ja. Eerste helft van het jaar. Ja, moet je eens een beetje knie bewegen. Daar worden kijkers steeds ziek van, denk ik. Dus... En we hebben natuurlijk even naar auto's gekeken, zoals we al zeiden. We hebben niet al te veel laten zien, want we willen het nog even een geheimpje houden. Maar we hebben wel een hele vette gezien. Een hele vette gezien. We hebben een kansmakertje gezien. Hè? Ja. Dan gaan we ook een proefritje maken. Toen gaan we een proefritje maken, inderdaad. Dus ja, we willen natuurlijk spannend. Wel... Spannend! Ja. Ja, even een leuke review vlog van maken, als dat hem ook echt gaat worden. Ja. Dat is mooi. Hij was echt kicken. Hij is echt vet. Tada! Eventjes... on a whole other note. Even wat dingen afsluiten in ieder geval. Want ketose... pillen hebben we helemaal nog niet afgesloten.
Nou, is lang geleden, maar volgens mij werkt het echt voor geen meter. Kijk, met de filosofie dat als je dus die pillen neemt en je gaat keihard trainen en je let op de lijn, ja, dan ga je afvallen. Dan heb je die pillen dus ook niet voor nodig. Dus dat vond ik echt helemaal niks. En hou je benen eens stil. Ik heb jeuk aan mijn voet. Oké, ik til de camera wel. Ja. Nou, toen is ze lelijk. Jij niet zo lelijk. Nee, jij bent niet zo lelijk. Pak je maar. Net niet eerlijk. Jij kan tegen kietelen. Dat is echt niet eerlijk. Dat is geen eerlijke strijd. Maar vooruit, doe nog maar een keer. En dat intermittent fasting is voor mij echt wel heel erg goed. Want ik ben echt energiek in de ochtend. En ik ben al 5 kilo afgevallen. Maar eigenlijk doe ik het ook, hè? Wat, hè? Het fasting. Met het fasting, want ik bedoel, ik eet ja, ook pas om 11 uur. Ja, nou, en jij bent ook al 2,5 kilo kwijt, zo toch? Ja, deze week. Terwijl we toch, ik heb wel opgelet en eigenlijk wel netjes gedaan. Maar er zijn ook een paar uitspattertjes geweest, 's avonds. Ja. Hè, dat we dan toch even iets lekkers hebben genomen of zo. Mm-hmm. Nog niet helemaal aan de lijn. Ja. Want we waren ten eerste ook nog bezig om onze koelkast nog leeg te maken van mijn verjaardag. Ja. En, maar ik heb ze al verteld dat ik dus binnenkort naar de personal trainer ga. Oké, ja, cool. Dus dat ik naar Stormfit ga en dat ik dus nu eigenlijk aan het bijhouden ben wat ik eigenlijk nu gewoon aan het eten ben. Ja. Dus daar komt dan ook even een oordeel over. En ik ga van mijn vetpercentage meten. Ja, en ik moet ook weer spieren kweken. Zie je dan? Die biceps is geen biceps meer. Dat is gewoon slap vel. Maar dat is wel ja, tof. Leuk dat je dat verteld hebt al. Nou ja, ik denk ook sowieso dat, want je hebt best veel last van je heupen en van je rug natuurlijk, dat je dat wel gewoon goed gaat doen. Wat, ja, wat ik hoop het wel wordt. Dat het, nou ja, in ieder geval voor jou sterker. Ja. Maar ja, er zijn natuurlijk bepaalde oefeningen die ik dus juist niet mag doen, hè. Die je normaal zou doen om je rug sterker te maken. Bijvoorbeeld, hoe noemen we dat? Parachute of zo? Nee, hoe noemen we dat nou? De flying, hoe heet dat ding? Dat je op je buik zit en dat je handen en benen omhoog komen. Planking? Nee, dat is geen planking. Op je buik? Dat je op je buik ligt en dat je gewoon zo... Met je handen en je voeten omhoog? Ja. Ja. Is het niet gewoon... Nee, dat is geen Superman. Is het een parachute of zo? Nee, ik weet in ieder geval wat je bedoelt. Ja, in ieder geval, ik moet niet op mijn onderrug... Kom eens even van deze kant op. Volledig op mijn onderrug gaan focussen, zeg maar. Nee. Dus, maar ja, goed. We zullen het meemaken. En we gaan jullie natuurlijk meenemen. Toen de walk of shame. Nee, het is toch helemaal niet zo. Het is gewoon, ik ben super trots op jou. Het is gewoon lastig om weer te beginnen na zo'n lange tijd. Je moet er nergens voor te schamen. En nou, ik heb vanmorgen een leuke opname gehad. Het was een corporate project trouwens. Dus ik kom in een clip, het wordt verder nergens uitgezonden of zo. Dat was echt voor een bedrijfsfilmpje. Dus wel heel leuk. Ik krijg als het goed is wel beelden, dus misschien, ik hoop dat ik het nog kan laten zien. Het was wel heel erg leuk. Ik heb ze in ieder geval meegenomen naar de set. Dus ja, was leuk. Weer een nieuwe ervaring. En nou, binnenkort dan natuurlijk klinkt smakelijk op SBS eind... Ze zeiden eind augustus, maar ze zijn nu al begonnen, hè? Nee. Ja, maar jij zit toch in de laatste aflevering? Ja, ja. En vanaf september natuurlijk de Radio 10 commercial op tv, fucking vet. En, ja. Ik ben aan het repeteren, of ga repeteren met een band. Met een groot korps. Ja. Daarmee op te treden als zangeres. Ook heel, heel tof. Dat is wel heel tof. Ja. Ja. Gewoon eigenlijk een soort van big band achter mij. Ja. Ja. Dat is cool. En je hebt natuurlijk een heel leuk liedje geschreven vandaag. Ja. Of gisteren. Ja. Ik vind hem echt heel leuk. Daar moeten we ook maar eens wat mee gaan doen.
Ja. En mijn fietstochtactie heb ik natuurlijk naar heel veel mensen gestuurd en ik krijg heel veel geen reacties of ja, van bedrijven. Dit is echt zo'n ding. Dat ik krijg nu heel veel bedrijven van, nou, we hebben een budget, maar die is al uitbesteed, dus moet je helaas teleurstellen, bladibla. Niemand wil een poot uitsteken. En straks, als het dan ineens zou gaan rollen, dan wil ineens iedereen als eerste jou uitgevonden hebben, weet je wel. Dat vind ik een beetje... Het zang is ook wel jammer. Maar ik heb ook heel veel mensen geappt en via Instagram en zo. En ik heb vandaag een bericht terug gehad. Van Earl J. Coulson. Ja. Ja, tof. Dus ja. Je weet het niet. Ze vonden het in ieder geval een leuk idee. Ze stuurde yes. Zeg, wil je het delen en wil je me helpen met het delen? En ze stuurde yes. Dus ik heb vooralsnog daar nog geen vervolgbericht op. Maar ik hou jullie op de hoogte. Want dat is natuurlijk wel heel erg spannend. Ik zit even te denken. Ja. Volgens mij hebben we nog een beetje gehad nu. Het is tijd om te gaan slapen, mogen we werken. Ja, dus, moeten we nog steeds gaan kijken bij 1000cadeaus.nl, bij de nieuwe loods. Ja. Maar ja, als je onze agenda's ziet, gebruik van die verschillende kleurtjes en blokjes en zo. Nou, het is net een regenboogagenda. Ik heb niks meer terug. Nee, dus vandaag helemaal leeg. Ik heb alles gegeven. Ik ben kapot. En morgen weer een nieuwe dag. Ja. Slaap lekker. Tot de volgende vlog. Vond je het tof? Vlog. Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zien we je bij de het belletje. Vlog. Het belletje drukken als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zien we je bij de volgende vlog. Tot de volgende. Ciao. Ciao.